Ik denk dat topsport voor mij, als ik het zeg maar op de normale manier zou doen, niet voor mij zou zijn. Ik denk dat ook dat meerdere mensen dat hebben, vooral op mijn leeftijd, dat ze gewoon willen stappen en willen doen wat ze willen. En dat kan ook allemaal. Maar dan moet je wel bewijzen in het zwembad of in elke sport die je doet, dat het werkt voor jou. Ik ben Rosie, ik ben 18 jaar en ik studeer Landscape and Environment Management op in Holland en Delft. En ik ben zwemster in het Nederlands team in Den Haag. Strek, strek, strek. De arm naar mij. En hier duwen. Arm naar mij. Ik vind gewoon sporten heel leuk. En vooral zwemmen. En dat zou ik gewoon graag op mijn eigen manier willen doen. Want anders zou ik niet het plezier uit kunnen halen die ik nu krijg. Dan moet je wel ook op momenten zeggen van oké, nu gaat school voor. Nu gaat zwemmen voor. Nu gaan we ook even dit, even ontspannen. Sneller! Sneller! Daarom denk ik dat het ook speciaal is. Als ik alles tegelijkertijd kan doen, dan is ook het taboe van je kan alleen zwemmen doen of je kan alleen school doen of dit werkt niet samen, dan is dat ook een beetje weg. En ik hoop dat als ik het kan, dat de rest het ook kan zien, dat je het zelf ook kan.